Je wilt minder gas gebruiken of misschien zelfs helemaal van het gas af. Dan kan een warmtepomp interessant zijn. Maar wat kost zo'n warmtepomp en wat is het eigenlijk voor een ding? Dat vroegen we aan onze warmtepomp-experts. Ben je benieuwd wat jij kunt besparen met een warmtepomp? Aan het einde van deze video laten we jou een tool zien waarmee je voor jouw specifieke situatie kunt berekenen wat voor warmtepomp je nodig hebt en hoeveel dat kost. En dan gaan we nu over naar het gesprek met de experts. Wat is een warmtepomp? Ja, klopt. Ik ben geen techneut, dus ik ga niet over compressoren en condensoren en zo aan de slag. Maar die zitten er dus wel in? Die zitten er wel in, mm-hmm. Ja. Maar de makkelijkste manier is eigenlijk om... Het is een elektrisch alternatief om je huis te verwarmen. Dus in plaats van de cv-ketel met aardgas kun je met een warmtepomp dat volledig elektrisch doen. Nou zijn er wel meer apparaten die elektrisch kunnen verwarmen. Maar een warmtepomp is eigenlijk het makkelijkste uit te leggen in het voorbeeld van een koelkast. Waar een koelkast zeg maar warmte haalt uit de producten en dat aan de achterkant afvoert als warme lucht. Mm-hmm. Zo doet een warmtepomp dat eigenlijk ook. En die heeft daar meerdere bronnen voor. Dat kan lucht zijn, maar dat kan ook de bodem zijn. Ik denk dat we daar zo nog wel wat meer op komen. De vergelijking met een koelkast is eigenlijk de makkelijkste. En dat kun je nog één stap verder brengen. Als je zegt, die koelkast, je kunt dat letterlijk voor je zien, die pak ik op en die zet ik zeg maar, op mijn drempel van mijn voordeur. Ik haal de deur eraf. En vervolgens timmer ik alles om die koelkast heen, timmer ik dicht. Dan heb je daarmee eigenlijk een soort van je eigen warmtepomp gebouwd. En dan is de deur van de koelkast, dus je spulletjes die staan dan naar buiten te kijken. Klopt, ja. En wat er dus gebeurt is dat de koelkast pakt zijn warmte uit de lucht die nog, of de warmte die nog steeds in de lucht aanwezig is. Mm-hmm. En aan de achterkant maakt hij daar warme lucht van en die blaast hij dan je huis in. Ja. Nou, een warmtepomp doet dat niet altijd in de vorm van lucht. In de regel maakt een warmtepomp daar warm water van. Maar toch, de vergelijking met een koelkast is wel een hele beeldende. Die voor veel mensen denk ik wel dan begrijpen we een beetje hoe dat werkt. Om te snappen hoe zo'n apparaat in elkaar zit. Dus de kou blijft buiten en de warmte komt er binnen. Klopt, ja. En je begon al over verschillende soorten, dus lucht, water. Maar wat voor soorten warmtepompen zijn er? Ja, de meeste mensen, als ik op verjaardagen praat over de warmtepomp, dan wordt toch vaak gedacht meteen over aan een grondgebonden warmtepomp. Hè, of een bodemwarmtepomp. Dus je hebt een bron in je tuin en er wordt een gat geboord van een bepaalde diepte. Mm-hmm. En op basis van die diepte kan de warmtepomp daar dus zijn warmte aan onttrekken. Maar naast de bodemwarmtepomp is er ook de lucht-waterwarmtepomp. En daarin heb je dus de lucht als bron. De meeste mensen gaan dat wel herkennen. Niet per se als warmtepomp, maar het lijkt heel erg op een airco-unit. Airco-unit heeft ook een buitenunit die staat op het garagedak of in de tuin. Mm-hmm. En die is gekoppeld aan een binnenunit in je huis. En dat is allemaal boven de grond? En dat is allemaal boven de grond. Mm-hmm. Dus je hebt de bodemwarmtepomp, de luchtwaterwarmtepomp. Die zet dus de lucht om in warm water. En dan heb je ook nog de lucht-luchtwaterpomp. Wat veel meer mensen gaan herkennen als een airco. Eigenlijk is dat dus dat lijkt het meest op het voorbeeld van de koelkast wat ik net noemde. Hij gebruikt de lucht om uiteindelijk ook weer warme lucht te maken. Dus oneerbiedig gezegd is dat eigenlijk een omgekeerde airco. Het is het niet helemaal waarschijnlijk, maar daar kan je het mee een beetje. Het is een airco die je kan verwarmen, of anders gezegd, een warmtepomp is een. Of met een warmtepomp kun je eigenlijk ook koelen. Ja, dus ja. Een van die twee. Het komt dit bij elkaar in de buurt. Ja. Joni, wat kom jij in de praktijk tegen bij mensen? Zie je veel van die bodemvarianten? Of juist lucht-lucht of lucht-water? Wat zie je? Op dit moment is natuurlijk, wat hij al zei, de airco die kan verwarmen, dat is dus een warmtepomp. Mm-hmm. Zo simpel kunnen we het stellen. Dus dat is de laatste tijd best wel ook veel in nieuws. Mm-hmm. Valt veel over te lezen. Heel veel mensen nemen dus ook airco in huis. Omdat we hebben een lekkere warme zomer gehad. De airco was... Iets te warme zomer voor sommigen. Iets te warme zomer. Dus de airco's die zijn als warme broodjes over de toonbank gegaan. En daarmee hebben mensen dus eigenlijk al een warmtepomp in huis gehaald. Mm-hmm. Dus dat kom je natuurlijk heel veel tegen. Voor mij persoonlijk, zeg maar als bedrijf zijnde, kom ik eigenlijk voornamelijk hybride toestellen tegen. Dus mm-hmm. dat is een warmtepomp die samenwerkt met een externe warmtebron. Dat mm-hmm. hoeft niet per se een cv-ketel te zijn, maar kan ook een pelletkachel zijn of andere warmtebronnen. Mm-hmm. Maar in ieder geval, de warmtepomp die samenwerkt met een andere bron van warmte. En is dat dan een luchtwatersysteem of een lucht-luchtsysteem? Dat moet een luchtwatersysteem dat zijn. Dat moet een luchtwatersysteem zijn, ja zeker. Waar het om gaat is inderdaad, nogmaals, de airco, om het maar even zo te noemen, die kan verwarmen. Die verwarmt de lucht. Mm-hmm. Nou, in dit geval met een hybride warmtepompsysteem of met een all-electric warmtepompsysteem.
moeten we water gaan verwarmen. Is het wel niet de vloerverwarming of radiatoren, dan wel het warm water, het warm water waar je mee gaat douchen. Met het douchen en in bad. Een warmtepomp kan misschien 55 graden maken, maar ik heb begrepen dat dat wil je liever niet, nee, want dan is je eigenlijk niet zo heel erg efficiënt. Jan, ja, klopt. Er zijn een paar afkortingen die hierin belangrijk zijn, toch? Ja, klopt. Het energierendement, zeg maar, dus hoe zuinig is je warmtepomp, dat wordt uitgedrukt in een afkorting, dat is de COP, oftewel de coefficient of performance. Mm-hmm. Je moet het eigenlijk zo zien, het is een getal wat uitdrukt hoeveel stroom stop ik erin, want hè, die warmtepomp is elektrisch, en hoeveel warmte komt daaruit. Dus daar kom je vaak getallen tegen, ook in brochures. COP's vliegen je om de oren als je kijkt naar warmtepompbrochuren. Getallen tussen de 4 en de 5. Dus je stopt er 1 eenheid elektriciteit in en er komen 4 of 5 eenheden warmte uit. Dus die coefficient of performance. Mm-hmm. Die COP van de warmtepomp die is niet vast. De COP, met name als je kijkt naar een lucht-water warmtepomp, dat hangt af van de omstandigheden. Je moet je voorstellen als je vanuit een 7 graden buitentemperatuur water moet maken van 35 graden, dan heeft dat veel minder stroom nodig dan wanneer het buiten min 7 is en je water moet maken van 55 graden. Dat verschil daartussen is zeg maar het extra stroom wat de warmtepomp nodig heeft om dat water op te warmen. Die temperatuur te krijgen. Ja. Ja. Dus als je ook de gemiddelde brochure openslaat, dan wordt er over het algemeen gesproken over een COP van buiten is het 7 graden en de watertemperatuur is 35. Nou, dan kom je uit op getallen die zo rond de 5 zitten, zelfs bij een lucht-waterwarmtepomp. Mm-hmm. Dus 1 eenheid stroom leidt tot 4 eenheden warmte. Het getal waar het eigenlijk om gaat, en wat ik in ieder geval iedereen adviseer, is om niet te kijken naar de COP, maar de SCOP, oftewel de Seasonal Coefficient of Performance. Wordt er niet simpeler op. Nee, maar dit is dan ook de laatste, beloof ik, qua afkortingen. En dat neemt mee dat het dus niet altijd 7 graden is buiten. De temperatuur fluctueert. Soms is het 7, soms is het niet 2, altijd die ideale situatie. Nee. En de SCOP is zeg maar een gestandardiseerde een gestandardiseerd patroon. Mm-hmm. Zeg maar, waarvoor een heel jaar wordt gemeten. Oké, bij 7 is dit de COP, bij min 7 is dit de COP. En als je dat voor een heel jaar berekent, dan komt daar de SCOP een uit. Een soort gemiddelde COP uit. Klopt, ja, voor een heel jaar. Ja. En dat geeft je eigenlijk de beste handvatten voor hoeveel ga ik besparen. Dus daar moet je eigenlijk op letten. En is die informatie ook goed en makkelijk beschikbaar? Niet iedere fabrikant en niet ieder merk is daar even scheutig mee. Nou is SCOP misschien ook wel een heel technische term om meteen in te duiken. Mm-hmm. Maar als je goed zoekt, kun je het voor ieder apparaat wel vinden. Dus eigenlijk is de oproep ook aan de fabrikanten. Maak dat gewoon openbaar, dan kunnen wij makkelijker keuzes maken. Toch? Dat helpt in de beslissing. Zeker met de koude dagen van vandaag. Vraag van Paul Smits. Hoe zit het met het rendement van een warmtepomp op dit soort koude dagen? Moet je een warmtepomp eigenlijk ook ontdooien, zoals een airco? Kom je in de problemen eigenlijk met dit soort dagen? Nee. Wil jij die beantwoorden, weet je daarvan? Of? Nou, ik zal in ieder geval het COP-deel nog even terugpakken. Ik heb net vorige keer helemaal vrij in het begin van dit gesprek benoemd. Hè. COP is geen vast gegeven. Mm-hmm. Dus als het buiten heel koud is en je hebt een lucht-waterwarmtepomp, dan is het rendement lager. Dat is een feit. Dus van min 7, 35 maken is anders dan van plus 7, 35 maken. Dus die COP die is lager, maar het is niet zo dat het apparaat stopt met werken. De meeste fabrikanten, de meeste producten functioneren prima tot een grens van min 20, als ik het wel heb. Min 10, min 20. Dus je hoeft niet naar buiten met een föhn of een ander vuurtje ervoor stoken. Nee, daar zal ik dan maar op inspringen natuurlijk. Laat onverlet dat hij wel een ontdooicyclus heeft, dat hij zichzelf af en toe moet ontdooien. Ja. Okay. Dus dat is wat dan ook gebeurt. Als ik een warmtepomp heb geïnstalleerd bij een klant, dan zeg ik altijd, mocht er grote witte rookplamen uitkomen, bel me niet, want hij staat niet in de brand. dat is op dat moment is hij dus bezig met een ontdooicyclus. Kijk, wat er gebeurt is, als we terugpakken naar het koude middel, wat er gebeurt eigenlijk op het moment dat die gaat verwarmen, dan wordt het bij die buitenunit, dat koude middel wordt heel koud. Ja. En dan praten we echt over min 10 graden, moet ik echt even kijken, dat is weer afhankelijk van heel veel factoren. Te koud. Maar het wordt kouder dan 0 graden. Dus als het natuurlijk, het wordt kouder dan de buitentemperatuur, zal ik het zo zeggen. Ja. Dat betekent dat als het dus buiten 0 graden is, dat het koude middel onder de nul moet liggen om nog warmte eruit te kunnen halen. Ja. Nou, geen probleem, kan dat ding. En dan gaat die warmte onttrekken.
Het probleem ontstaat eigenlijk voornamelijk dat die invriest rond dat vriespunt. Mm-hmm. Want dan zit er nog vocht in de lucht. Ah, dus je hebt zomaar kans dat als het een tijd lang min 5, min 10 is, dat je helemaal geen enkel probleem hebt, omdat het dan veel droger... Dan zal die stuk minder snel gaan invriezen, omdat er heel weinig vocht in de lucht zit. Ja. Eigenlijk juist op het moment tussen 0 en de 7 graden moet ik even... En er is een laaghangende mist, dan moet hij... Dan gaat hij heel snel aanvriezen, want die vocht uit de lucht komt op een ijskoud oppervlakte. Condenseert. Nou, als we nu naar buiten gaan met z'n allen, kunnen we schaatsen, geloof ik, op het wegdek, heb ik al gehoord. Ja. Ja, dat gebeurt eigenlijk bij die buitenunit ook. Alleen, gelukkig voelt die warmtepomp, die voelt dat. Mm-hmm. Dus eigenlijk gaat hij zijn proces omdraaien. Hij gaat heel even van verwarmen naar koelen. Mm-hmm. Door dat proces gebeurt het precies andersom. Dus binnen van binnen wordt de warmte gehaald. Ja. Die wordt naar buiten gebracht, naar de buitenunit. Ja. En zo ontdooit hij zichzelf. Het is een kort proces. En op het moment dat het klaar is, dan schakelt hij erover en dan gaat hij weer verwarmen. Ja. Dus dat doet hij automatisch. Oké, dus dat is geen probleem. Dus hij gaat niet uit, hij blijft nog steeds warm water maken, maar hij moet wel één keer in dezelfde tijd. Af en toe gaat hij een beetje roken. Af en toe kan hij eventjes en dan niet bellen. Behalve als het blauwe of zwarte rook is, dan moet je wel bellen. Of nou ja, dan moeten we inderdaad even verder gaan kijken. Hoeveel geluid maakt een warmtepomp en welke mogelijkheden zijn er om dit te verminderen? Hoe zit het met contactgeluid bij montage aan de gevel en is er ook iets aan te doen? Nou, we hebben zowel een theoretische vraag als een praktische vraag, dus voor jullie allebei wat... Even globaal inkleden, dan kun jij weer de techniek en de praktijk inbrengen. Sinds juli vorig jaar, juli 2021, zijn er regels voor geluid of nieuwe regels. Er waren al regels en er zijn regels bijgekomen. Wat altijd al bestond of al heel lang bestaat, zijn regels voor geluidsvermogen. Dus een buitenunit van een warmtepomp maakt geluid. Dat is misschien wel even goed om één stap terug te zetten. We hadden het net over de bodemwarmtepomp, de luchtwaterwarmtepomp en de luchtwarmtepomp. Die bodemwarmtepomp, die maakt geen geluid. Althans niet buiten, want er is geen buitenunit. De enige bron die je hebt, zit in de grond. Meteen ook een groot voordeel van een bodemwarmtepomp. Er is geen buitenunit, dus hij vervuilt je tuin niet qua aangezicht. Mm-hmm. En je hebt geen last van geluid. Die andere twee groepen, de luchtwaterwarmtepomp en de luchtluchtwarmtepomp, mm-hmm. hebben over het algemeen wel een buitenunit. En die buitenunit, nogmaals, daar zijn dus de nieuwe regels voor. Geluidsvermogen was er altijd al. Die schrijft voor bijvoorbeeld dat een warmtepomp uit mijn hoofd tot 8 kilowatt mag maximaal 65 decibel aan geluid produceren. Dat is best een hoop nog. Maar dat is gemeten aan de warmtepomp. Dus als je met je microfoon tegen het apparaat aan gaat staan, dan mag je maximaal 65 decibel meten. Mm-hmm. Wat nieuw is sinds juli vorig jaar, is dat er ook regels zijn voor de geluidsdruk. En de geluidsdruk is een afgeleide van het volume. Mm-hmm. Dus waar je, of het vermogen, sorry. Waar je het vermogen meet bij de warmtepomp zelf, kun je geluidsdruk dus op een bepaalde afstand meten. Ja. En de nieuwe regels stellen als eis dat je op de erfgrens, dus dat wat jou met de buurman verbindt, mm-hmm. daar mag de warmtepomp maximaal 45 decibel produceren. Dus al een stuk minder, maar... Ja, en dat stelt dus eisen aan waar het apparaat mag staan. Ja. En als je dat een beetje zo over de duim inschat, dan is de eis dat je ongeveer 3 tot 5 meter met je buitenunit van de erfgrens afblijft. Oh, dat is meestal de breedte van menig achtertuin. Ja, maar dat gaat eruit van dat maximale geluidsvolume, vermogen van 65 decibel. Dan moet je eigenlijk dus een stillere buitenunit hebben. Er zijn apparaten die aanmerkelijk stiller zijn. Dus er zijn ook apparaten te koop die een geluidsvermogen hebben van 53 decibel. Dan is het al makkelijker om die 45 decibel te halen op de erfgrens. Ja. Overigens is 45 decibel overdag. In de nacht heb je 40 decibel als bovengrens. En dan zie je ook, als je het hebt over ontwikkelingen, mm-hmm. dat fabrikanten ook een aparte stille modus hebben ontwikkeld. Een stille modus die je dus in de nacht kunt inzetten om te zorgen dat je dan makkelijker aan die 40 decibel... Dus als de buren klagen dat je hem nog even iets terug... Ja, dat doet hij uit zichzelf. Oh, daar heb je eigenlijk geen invloed op? Nee. Dat is misschien ook maar goed. Nou, ik denk dat je kunt kiezen, maar je hoeft hem niet zelf aan in te schakelen. Ik keek al een beetje naar jou, Joni. Hij moet ingeschakeld worden, die stand. Maar dat is eenmalig. Ja. Dus je kan dan en eigenlijk wil je dat als goede buur gewoon doen. Ja, maar inderdaad, hou rekening met het plaatsen inderdaad. Kijk, die buitenunit die is ook nog weer afhankelijk van hoe die geplaatst wordt. Eventjes ook weer terugkomen naar de vraag was over contactgeluid en dat soort dingen allemaal. Ja. Dat was het tweede dus deel inderdaad. Dus we moeten rekening houden mee dat die buitenunit mm-hmm. minimaal een vrije ruimte nodig heeft aan zijn achterkant. Tussen de 30 en de 40 centimeter. Dus zo ver moet hij van je gevel afstaan? Ja, of van überhaupt iets. Als je een schutting hebt of als je wat dan ook, dan moet daar een bepaalde ruimte tussen zitten, omdat hij zijn lucht moet kunnen aanzuigen. Mm-hmm.
aan de voorkant moet die vrij kunnen uitblazen. Ja. Want op het moment dat je er A wat voor gaat zetten, dan krijg je dus winddruk. Hè? Dus dan probeert hij wat weg te duwen. Maar dat lukt niet zo makkelijk. Dat stoot ergens tegenaan, dat stuit er terug en dan gaat zijn rendement omlaag. Mm-hmm. En daarbij ook nog eens een keer geluidsresonantie, zoals dat zo mooi heet. Ja. Geluid weerkaatst tegen objecten. Dus op het moment dat jij naar de muur blaast, dan komt dat contactgeluid terug, gaat heen en weer, wordt versterkt en kan je dus geluidsoverlast krijgen. Dus hij moet wel een bepaalde, en dat is vrijheid, fabrikant afhankelijk. Dus dat staat in de specificaties van de fabrikant. En kan je er dus dan lees dat goed door. Daarna nog iets aan doen? Kan je er een soort doos overheen zetten of rubber, rubber stopstrommen? Heel veel fabrikanten hebben inderdaad een geluidsisolerende omkasting, zoals dat heet. Die hem echt wel met 2 of 3 dB omlaag kan brengen, mm-hmm. decibel omlaag kan brengen. Nou, decibellen, dat heeft een exponentiële lijn, zeg maar, omhoog. Logaritmisch, ja. Dus elke dB die je eraf kan halen, dat kan heel veel schelen in geluidsoverlast. Ja. En dan gaat dan de prestatie niet per se van naar beneden, dat hij daardoor minder goed zijn werk kan doen? Soms wel, soms niet, maar dat is dan zo nihil, dat is te verwaarlozen op jaarbasis. Ja, dus ja. Ze zijn dan dus wat stiller te krijgen? Ja, zeker. Ja. En er zijn zelfs fabrikanten extern, hè? Dus niet de fabrikant van de warmtepomp zelf, maar een ander type bedrijf, zeg maar, die specifiek omkasting ook maakt voor warmtepompen. Mm-hmm. En zij claimen, ik heb het ook nog niet zelf kunnen nameten, maar dat er zelfs 9 tot 15 decibel van geluid af zou kunnen. Verschil. Zonder dat daar nou noemenswaardig zeg maar, prestatieverlies optreedt. Ja. Heb je wel een fors extra object zeg maar, in je tuin. Dus die buitenunit is al niet klein, maar de kast die daaromheen komt, omdat die natuurlijk vrij moet kunnen inblazen en kunnen uitblazen. Dat zijn wel, daar kun je een bartafel van maken. Dus eigenlijk naast je smartphone hoesje wil je eigenlijk ook een warmtepomp hoes hebben. In allerlei kleuren verkrijgbaar, ook. Met ja. alle designs en patroontjes, En misschien als laatste nog heel kort. Er zijn dus ook oplossingen waarbij het de buitenunit integreert in je dak. Dus er zijn nu, Nefit heeft volgens mij recentelijk ook een nieuwe versie geïntroduceerd. Ja, klopt. Die blaast naar boven uit. Maar, en is dat een bestaand dak of moet je dat bij nieuwbouw doen? Nee, bestaand dak. Bestaand dak? Ja. Dus het is wat je net al zei, hè, is die schoorsteen die dan op je dak komt te staan, is wel echt een flinke schoorsteen. Mm-hmm. Dus dan moet je dak ook wel weer kunnen hebben. Dus het kan zijn dat er weer verstevigingen nodig zijn voor je dak. Dus overleg dat goed met de installateur en met eventueel degene die die sparing gaat maken in je dak. En overleg altijd met de vakman. Ga niet zelf lopen rommelen alsjeblieft. Het is best wel een flinke toren, die weegt wel wat, mm-hmm. maar het voordeel is hij kan een hoog vermogen aan, zeg maar. En hij blaast dus naar boven, blaast hij weg. Dus eigenlijk het geluid ideaal. Ja, en als je toevallig geen plaats hebt, links, rechts of achter, voor je huis, dan is dat perfect. Dan is het 100%. Ja. Even een berichtje tussendoor. Vind je dit nou een interessante livestream en wil je meer van interessante livestreams en ook video's zien? Abonneer op ons kanaal en geef vooral even een duimpje, geef een like. Dus een knopje vlak onder dit videovenster en dan zijn we ook weer bij. Nog even over dat praktische. Er is ook een vraag van, dan moet ik even goed kijken, van Leon Hendricks. Wat kost dit allemaal? We zijn natuurlijk Nederlanders. Wat kost dit allemaal? Mijn installateur spreekt over 20.000 tot 30.000 euro aan investeringen om alles warmtepompproef te maken. Klopt dat? Of waar moet ik aan denken? Nou, als ik daarop mag inspelen als installerende partij. Ik zeg tegen iedereen die mij vraagt wat kost de warmtepomp. Ja, die kost tussen de 1.000 en de 100.000 euro. Oh, dat is lekker makkelijk. Ja, dat is lekker makkelijk. En dat is natuurlijk heel flauw om te zeggen. Maar de ene die heeft een andere installatie nodig dan een ander. Dus het moet echt persoonsspecifiek gekeken worden, of eigenlijk situatiespecifiek gekeken worden, wat er nodig is. Mm-hmm. Want inderdaad, gooi ik een hybride warmtepomp neer en we hebben al dubbel glas met isolatie en alles is al geregeld. Ja, dat kost natuurlijk vele malen minder dan dat er eerst nog geïsoleerd moet gaan worden. En ja, want ik denk 20.000, 30.000 euro, dat is niet alleen de warmtepomp en de aanleg ervan. Ja. Daar zal ook wat isolatiemaatregelen bij komen. En welk type warmtepomp is het? Is het inderdaad een luchtwaterwarmtepomp? Mm-hmm. De installatieomstandigheden, als je die buitenunit 40 meter verderop in je tuin wilt hebben, ja, dat kost wat meer dan dat die strak naast
de garage staat waar eventueel die warmtepomp komt en waar je cv-ketel ook zit. En dus er zijn heel veel factoren afhankelijk van de prijs. Dan heb je natuurlijk de goedkoopste oplossing is inderdaad een hybride oplossing. Dat is verreweg de goedkoopste oplossing. Dan hebben we de all-electric oplossing. Mm-hmm. Die is echt al een stukje duurder, maar ja, ook op veel hogere COP-waarde. Je hebt geen gas meer. En waar komt dat door? Is dat doordat je dat... je moet natuurlijk ook je warm water om te douchen zo te regelen, dat er een extra klont in je huis komt? Een hybride zou je eigenlijk kunnen zeggen, er komt een apparaat naast hangen wat ongeveer aan de, in ieder geval binnen even groot is als de cv-ketel. Uiteindelijk heb je dan buiten vaak wel nog een unit, hè, zoals een airco-unit. Ja. Maar wil je all-electric, dan heb je dus niet alleen een warmtepomp nodig voor je verwarming, het water voor je verwarming, maar ook voor je douchewater. En anders dan een cv-ketel kan een warmtepomp dat niet instant maken. Dus wat die doet is eigenlijk een voorraad opbouwen, zodat vervolgens als mensen willen douchen, dat warme water beschikbaar is. Ja. En wat dus dat betekent... Dus oude elektrische boiler van vroeger. Ja, alleen dan wel super efficiënt. Ja. Althans veel efficiënter dan vroeger. Ja. Goedkoper gevuld. Ja, en een veel hogere COP. Ja, ja. Ja. Maar dat gezegd hebbende, de consequentie daarvan is dus dat je, als je all-electric gaat en je hebt dat tapwater ook nodig van die warmtepomp, dan heb je een buffervat, of een boilervat moet ik zeggen, van nodig van 200 liter. Afhankelijk van met hoeveel gezinsleden je bent, moet je wel denken aan tussen de denk 170 en de 300 liter boilervat. Ja, want en dan heb je dus over een koelkastformaat. Daar dus moet je wel plek voor hebben. Die kun je niet overal kwijt. Nee, want wat kom jij tegen in de praktijk? Want mensen kunnen denken van, nou, het is helemaal goed, mijn huis is helemaal geschikt, ik ga all electric, kom het er maar in bouwen. Ja. Maar dan moet je gaan kijken, waar is er überhaupt plek voor? Ja, die zolder moet blijven, kinderen hebben al wel een eigen kamer nodig, of ik wil een hobbykamertje houden. Nee, dat kan er niet gewoon bij die standaardketel, of in plaats van die standaardketel. Ja en nee. Kijk, sommige cv-ketels die zijn ingebouwd in een keukenkastje. Ja, dan houdt het natuurlijk op qua ruimte. Mm-hmm. Een warmtepomp heeft meer ruimte nodig dan een cv-ketel. Zo simpel ligt het. Ja. Kunnen we geen doekjes ver omheen winden. Je krijgt wel een installatie in huis. All electric. Want die boiler moeten we ergens kwijt. Ja. Waar het warme tapwater. Moet die dan op de grond of kan die aan de muur? Of? Nee, je hebt tegenwoordig wel verschillende types. Je hebt ze inderdaad die horizontaal, die kunnen liggen eigenlijk. Je hebt staande die op de grond staan, je hebt ook die je kan ophangen. Dus daar zijn nog wel wat variaties in te vinden. Je hebt ook all-in-one oplossingen, zoals ze dat noemen. Mm-hmm. Dat is inderdaad wat jij net zegt, die koelkast. Nou, die is ongeveer, nou, wat zullen we zeggen, 2 meter? Nee, 1,80. Ja, ergens tussen de 1,70 en de 2 meter. 1,70 en de 2 meter hoog. Dus eigenlijk een Amerikaanse koelkast. Ja, maar dus met een footprint van 60 bij 60. Dus ja, hij is vrij slank, maar wel hoog. Dus een inbouwkoelkast, maar dan losstaand. Ja. 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 Dus dat is een oplossing. Nou, dan zit je ongeveer rond de 190 liter warm water wat je in huis haalt. Kleine kanttekening is dat bij een warmtepomp. Hè, in het begin zei ik het al ergens dat je maximaal 55 graden kan halen. Mm-hmm. Voordat hij extern een element nodig heeft die dat gaat bijverwarmen. Mm-hmm. Er zijn warmtepompen die kunnen dat wel, maar dat is een ander slag, een ander verhaal. Maar die 55 graden is dus wel belangrijk dat je boiler, hè, want iedereen weet ondertussen wel wat legionella betekent, die moet één keer per week zo'n lange tijd boven die 60 graden uitkomen om legionella tegen te gaan. Dus dat betekent dat die boiler, die moet ten eerste al elektrisch verwarmd gaan worden met een elektrisch element, mm-hmm. met een extern element. Om die hoge temperatuur te halen. Mm-hmm. Daarbij, de rest van die week staat hij dus op een lagere temperatuur. Mm-hmm. Dat is geen 60 graden warm water. Nee. Dus dat betekent dat je een waar je normaal gesproken een elektrische boiler neerhangt van 80 liter of 100 liter, mm-hmm. dat je nu misschien wel een boiler nodig hebt van 150 liter of 200 liter, omdat die watertemperatuur omlaag gaat. Ja. Heb je minder warm water. Ja, de douche mengt minder koud water bij, dus heb je meer vanuit dan het heb warm je watervat meer water, nodig. Ja, en nu moet juist die boiler meer leeggetrokken worden, omdat er juist minder koud water bij komt. Ja. Ja. Dus gaat je boiler sneller leeg. Dus daarom heb je bij een warmtepomp eigenlijk al een stapje groter nodig dan dat je normaal zou gebruiken. Ja, helder. Hopelijk ben je wat wijzer geworden op het gebied van warmtepompen. Zoals beloofd, we hebben een hele mooie tool. Die vind je hier of in de link in de beschrijving.
En met die tool kun je voor jouw specifieke situatie een mooie warmtepomprekening maken. Vergeet natuurlijk niet te liken en te abonneren voor nog meer warmtepomptips. En tot de volgende keer.